gisteren zei de burgemeester nog wel, er moeten meer vrouwen een lintje krijgen. Maar dat ik zelf vandaag in de beurt ben, ja, dat verwacht je echt niet. Burgemeester Wilma Delissen heeft donderdag tijdens de nieuwjaarsborrel van de afdeling Panningen van Zij Actief een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Nelly Nouwe van Bergen werd onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik heb... Dat was echt een verrassing, ja. Ja, we hebben soms van Zij Actief verrassingsovenden gehad, maar dit is toch dé verrassingsovend. Nouwe is vrijwilliger bij de parochie in Panningen, waar ze lid is van de MOV-groep en van de bloemengroep. Sinds 2005 is Nelly actief als vrijwilliger en bestuurslid van Zij Actief Panningen, waar ze onder meer de functies van penningmeester, secretaris en vicevoorzitter bekleden. Ook is ze secretaris van het vrouwennetwerk Zij Actief, Kringhelden. Je doet het verslagenboek bijhouden van de georganiseerde avonden. Je bent de webmaster. En samen met de andere bestuursleden maak je het jaarprogramma. Ook de ledenlijst, die hou je up-to-date. En je organiseert ieder jaar een bedankavond voor de vrijwilligers. Ja, als Zij Actief hebben we een gevarieerd aanbod in activiteiten. Dus het is allemaal leuk om te doen. En of het nu een lezing is of creatieve avond of wat dan ook, of een culturele avond. Het zijn en blijven leuke dingen. En zeker als je dan ziet dat de leden er allemaal van genieten, dan is dat voor ons als organisatie ook genieten. Want daar haalt u de voldoening uit? Ja.